De Stichting Postacademische Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOGS, heeft vanmorgen een symposium gehouden over influenza en dengue. Het symposium was bestemd voor huisartsen. De stichting vindt het belangrijk dat huisartsen goed geïnformeerd zijn over de influenza en dengue die nu heersen in de regio. Volgens Lieke Wachee, internist-infectioloog, is het goed dat de huisartsen weten wat de influenza en dengue precies inhouden en wat ze moeten doen als patiënten zich met klachten melden op hun poli. Wachee zegt verder dat het symposium voornamelijk voor huisartsen was, maar ook voor andere artsen die geïnteresseerd zijn in deze problematiek. Het eerste blok is met name gericht op influenza, dus we gaan vertellen wat influenza precies is, welke klachten het kan geven hoe je het kan vaststellen en belangrijk hoe je het kan voorkomen. En het tweede deel van de dag is gericht op dengue en daar geldt een beetje hetzelfde voor. Wat zijn de klachten die je verwacht, welke complicaties moet je bang voor zijn en we zullen afsluiten met een casus. Als je verder gezond bent, dan kan influenza over het algemeen weinig kwaad. Dus bij de meeste mensen verloopt het mild. Die hebben de klassieke griepklachten. Een kleine minderheid krijgt complicaties. Maar het is natuurlijk belangrijk dat de huisartsen die groep weten te herkennen en juist die mensen insturen naar het ziekenhuis. Wachee is een internist die gespecialiseerd is in infecties. Zij zegt dat het bij een ongecompliceerde influenza, oftewel de gewone griep, normaal is dat men koorts krijgt van 40 graden. Andere symptomen zijn spier- en lichaamspijnen, hoofdpijn en hoesten. Over het algemeen gaat deze griep binnen een paar dagen terug. De symptomen zwakken af en zijn na een paar dagen helemaal verdwenen, geeft Wachee aan. Je moet je zorgen maken en naar de huisarts of de specialist gaan als de klachten na een aantal dagen niet beter worden. Als de koorts heel hoog blijft. Of als de klachten eerst beter lijken te worden, maar daarna weer terugkomen. Dus eerst lijkt het op te knappen en daarna ga je weer erger hoesten en begin je weer zieker te worden. Dat zijn momenten voor de verder gezonde mensen om naar de huisarts te gaan. En mensen met een chronische ziekte, dus mensen die aan de nierdialyse zijn, mensen die kanker hebben, die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem onderdrukken, die moeten zich zodra ze ziek worden bij de dokter melden, want die lopen meer risico op problemen van influenza. En wat zijn dan de grootste risicogroepen? Ouderen boven de 60, 65, zwangeren lopen een hoger risico en eigenlijk alle chronisch zieken. Dus wat ik net zei, de mensen die dialyseren, mensen die immuunonderdrukkende medicijnen gebruiken, HIV-patiënten, al die mensen en kleine kinderen en zwangeren lopen ook een hoger risico. Lieke Wachee, internist. Infectioloog van het Diaconese Ziekenhuis. Zij sprak vanmorgen tijdens het symposium over influenza en dengue, die gehouden is in de zaal van de Vereniging van Medici in Suriname.